Sjoerd Arsch uit Didam begon zijn carrière bij de Graafschap. Na omzwervingen over de hele wereld is de 33-jarige spits terug bij zijn club. Het gevoel om dat Graafschapsshirt weer aan te trekken, dat blijft op een bepaalde manier toch speciaal. En dan zijn dit nog oefenwedstrijden, dus ja, weet je, dan is het natuurlijk helemaal afwachten dat je straks weer op een volle Vijverberg gaat voetballen. Maar ja, ik ben heel erg blij om weer terug te zijn wat dat betreft. De Graafschap heeft als een van de weinige clubs in Nederland de selectie al volledig op orde. We hebben het mooi voor elkaar. Ik ben heel blij met mijn selectie. Het is elke dag een feest om met de jongens te trainen, hoe ze ook meedenken. Ja, dat gaat tot iets moois leiden dit seizoen. De oefenwedstrijd tegen eredivisionist ADO Den Haag wordt weliswaar met 1-0 verloren. Maar de ploeg maakt vooral defensief een hele degelijke indruk. En dat geeft vertrouwen voor het nieuwe seizoen. Jawel. Proberen bij de eerste vijf te spelen. En dat hoort ook bij ons. Ben je weer helemaal daar waar je wilt zijn? Nou ja, conditioneel denk ik dat ik aardig goed zit. Zeker als je kijkt dat dit nou die tweede week zit. Qua scherpte mag het nog wel iets beter. Maar ja, weet je, daar is een voorbereiding voor. We hebben een hoop plezier, maar er wordt ook hard gewerkt. En ook rechtuit naar elkaar als er wat niet goed is. Dus niet eromheen draaien, man en paard noemen, klaar.